Het ED deed afgelopen week een kleine enquête op ed.nl met de vraag: hoe goed kent u uw burgemeester? Bijna 7000 mensen deden mee. Opvallend veel antwoorden, ongeveer een derde, was fout. De foto van de burgemeester werd niet herkend. ED-TV deed de proef op de som in Hezen en vroeg op straat of men ene Paul Verhoeven, oftewel de burgemeester van Hezenleende, kende. Paul Verhoeven is alleen ken ik, regisseur van de films die veel gemaakt worden in Amerika. Paul Verhoeven is er een van een film gemaakt heeft. Die filmmaker. Goeie films, Robocop onder andere. Maar er is nog een Paul Verhoeven hier in Hezen. Zeg me niks. Ik ben echt Hezenaar, maar Paul Verhoeven, ja, er zijn meer Verhoevens. Ik zou het echt niet weten, Paul Verhoeven. En kent u nog meer Paul Verhoevens? Nee, niet in directe omgeving van mij. Waar werkt hij? Achter u, in het gemeentehuis. Is dat een burgemeester die? Oh, sorry dat ik dat niet wist. Oh, dat weet ik niet. Komt u uit Hezen? Ja. Dan is er nog een Paul Verhoeven. Inderdaad, de burgemeester. En wat weet hij van de burgemeester? Niet erg veel, moet ik zeggen. Nee, nee. Had u nooit van hem gehoord? Jawel. En dikwijls stond je in Pareltje en zo. Ja, jawel. Het is een druk baasje. Volgens mij heeft hij ook op Ameland... ja, ze zie je. Ik weet wel waar de burgemeester van tevoren geweest is, maar dat je Paul Verhoeven heet, nee. Zou u hem herkennen als u hem op straat ziet? Ja, dat wel. Ik zie hem regelmatig ook hier bij activiteiten. Ook in de Paal van Brabant, streekkrantje. Dus gezicht ken ik wel, maar ik weet niet zoveel over hem. Wat vindt u van hem als burgemeester? Ja, ik heb hem alleen maar zo in het openbaar gezien, hè, maar persoonlijk gesproken heb ik hem nooit. Dus, maar hij is mens onder de mensen, geloof ik wel. Ja. Maar eerlijk is eerlijk, niet iedereen in Hezen denkt bij de naam Paul Verhoeven gelijk aan de filmregisseur. Paul Verhoeven. Burgemeester van Hezen. Heel goed. Ga voor de wasmachine? Ja, je gaat door, ja. Hoe zou je hem omschrijven? Ja, hij is goed in zijn functie. Betrouwbaar iemand, heel betrokken. Dus een goede burgemeester.